Goeiedag, beste kijkers. Je zal wel denken, wie zit er daar? Nou, wij winnen weer. Ons programma Leeuwarden Toen is weer van stal gehaald. En ik ben blij dat mijn grote maat, de heer Wassenaar, hier ook even aanwezig is. En dat we een leuke gast hebben die hier aan de andere kant van me zit. Dat is de heer Eckhout. Nou, dat kan je wel zeggen. Dan moet ik even zeggen dat ik heb Andries, als ik hem zag, het is namelijk zo, als ik de deur uitstapte, dan zag ik zo de werkkamer van Andries in. En als hij er was, dan keek hij nooit terug, want hij zat altijd voorovergebogen over de dossiers. Nee, Andries Eckhout, de harde werker, kan ik wel zeggen. Nou, het komt genoeg dit jaar. Ja. Ja, zeker. Ja. Nou, mooi dat je er bent, jongen. Ja, leuk. Ja. Ja, we zijn altijd helemaal benieuwd, heel erg benieuwd naar waar zo'n gast van ons geboren is. Ja, in Leeuwarden hoop ik dan maar. Maar ja, weet je zo. Wow. Ja, het wil wel. Elders ken je ook wel. Ik ben zelfs geboren in de mooiste staat die je me denken kan als Partij van de Arbeid man op de Trosserweg. Oh, kijk, kijk. Ik maar 10 maanden woont. Dat was ongeveer waar nou het Leeuwarden Bos zit. Dus daar stonden toen van die hele kleine arbeiderszusjes. Die binnen niet meer? Die binnen niet meer. Is dat dan buiten de stad, bij het vliegveld? Ja, ja, tegenover het vliegveld zijn beetje. De vier huizen die ik daar niet meer. Ja, daar in de buurt. Ja. Was dat zo'n rijtje van die arbeid? Ja. Zo'n rijtje, mijn oudste broer die weet het veel beter, maar ik ben 10 maanden en toen ben ik weer verhuisd naar de Koestraat. Nee, dat kan je niet meer weten. Dus, toen ben ik verhuisd naar de Koestraat, maar ik was de 5e van 6 kinderen. En toen werd ik echt te klein. En in verhouding toen waren de huizen in de Koestraat vrij groot. Dus wij eerst in de Koestraat woonden op het hoekje, nummer 2. En toen ben ze gerenoveerd die huizen en toen ben ik verhuisd naar nummer 5. En daar hebben we toch nog wel met alle kinderen in zitten. Met 4 broers sliepen we op 1 kamer. Zo. Maar ja, want ik ken dat wel een beetje, want ik heb zelf in de Veestraat woont. Maar ik moet zeggen, die Koestraat, dat was toch niet riant, jongen. Dat was toch ook maar. Ja, maar dit op mijn krek waar je vandaan komt. Ja, dat is ook zo. Iedereen ja. Die denkt, nou wat, die had een kind niet naar een kamer en dan ben je ze helemaal overstuurd. Ja. Hoeveel slaapkamers had de Koestraat? Van mij hadden we even kieken hoor. Ik denk 4. Alleen we hadden 2 meisjes ook. En, dus de jongens moesten samen en de meiden kregen een eigen kamer. En mijn ouders natuurlijk. Maar ja, ze gingen er toen. Ja. Ja. Dus we hadden 2 van die twijfelaars en ik kist de Koestraat dan met die skeve dak en dan stond onder die punten stonden 2 van die twijfelaars en dan lijnden we met 4 broers keurig op kleur selecteerd, rood bij rood en blond bij blond. Nee wel? Nee, mooi, dat is wel makkelijk. Ja, je moet geen gevaar van vermenging hebben, nee, want nee. Wat we daar hebben. Maar je zou wel lol gehad hebben ja, als jongens met elkaar daar. Ja, maar zoek sowieso ook in de buurt. No? Ik bedoel, ik ben nog steeds een heel hecht gezin. Dus ik heb ook niet van niks afscheid genomen in het Cambuurstadion. Ja, dat is ook zo. Moest je hem tegelijk naar bed? Ik ben de enige die studeert het. Mijn oudste broers, Jaap, die was al 16e volgens mij postbode. Ja. Harry, die had ook altijd werk wel vroeger bij de BV Sport, maar die werkte ook al toen hij 16, 17 was. Zo. Klaas, die had eerst werk bij Spoelstra, de fietsenmaker, hoe heet dat tegenover de. Nou, Hoekstrand, hè, daar. Ja? Toen is hij in dienst gegaan en die is ook postbode. Dus ik heb 2 broers zat bij de PDT en 1 bij de BVSport. Nou, maar dat zat je gebeiteld, maar vroeger. Maar laten we even teruggaan naar het begin, want Dob is dus in feite opgegroeid in de Koestraat. Ja. Dan op een gegeven moment, nou, hebben we al vroeger wat die vader deed over Hesselse Zuid? Nee, dat moeten we nog vragen. Ja. Nou, wat deed je vader? Die vader is begon, zeg ik wel eens, als boerenarbeider. Ja. Maar toen later is hij bij de gemeentedienst gekomen en hij had zo'n beetje 40 jaar werk bij, dat heette toen ook gewoon de plantsoenendienst. Ja. Eerst zat hij in de binnenstad, maar de grootste gedeelte had hij doorgebracht op de Froskepolen. Wat moest je daar doen dan een stuurman op een Froskepolen? Was toch een grote wildernis? Nee, nou is het wildernis. Ja. Toen was het mooi. En echt waar? Toen was het mooi. Ja? Toen het aanleid werd, toen was het echt aanleid. En dat deed hij dus samen met de grond mee op de heide mee. Ja. Toen is de hele Froskepolen aanleid. Waarom is dat eigenlijk aanleid? Het was toen bedoeld als een soort recreatiegebied. En ik vind eigenlijk dat het nooit echt uit de verf komen is. Is het nog niet zo, Andries, dat eigenlijk de Groene Ster ook ontwikkeld is omdat het toenmalige gemeentebestuur dacht van jongens, Jan met de pet, die moet altijd op de brommen naar te horen, dat moet ook dichterbij kennen. We moeten iets voor die mensen hier in de buurt hebben. Dat zag je bij meer besneekheid rondom de pot, dat kan je vergelijken. Hè? Maar daar ben echt gebieden voor, echt mensen op de fiets staan naartoe. Ja. Ik heb er zelf ook vaak geweest als jonkje op de Groene Ster en zwemmen en dat soort dingen. Ja. Mensen hebben nooit denken kent dat een gewone man nog eens een auto of een telefoon of op vakantie kon. Nee. De wereld is wel veranderd. Ja, ik heb een paar jaar geleden nog een keer een praatje gehouden voor de 1 mei, hè, dag van de arbeid. En vroeger was het altijd hartstikke druk. Toen heb ik maar begonnen. We kennen het overzien dat we succes hebben, want bijna niemand in meer. Want ze zijn allemaal met de boordfut of ze zitten in de kerk. Succes. Nou, dus, dan ga je ten onder en jij succes nou. In feite wel. Maar wij moeten even terug naar die buurt van die Koestraat en zo. Ja, dan ben je natuurlijk naar school gaan. Ja,
ik ben begonnen op het Tjerk Hiddenschool. Ik had die mooie foto heb nog met dat kleuterschool? Kleuterschool. En die heette hoe Tjerk Hiddenschool? Ja, maar de Tjerk Hiddenschool. Maar dat nummer, dat was toch een openbare school? Dat was een openbare school. En die hebben toch nummers? Ja, maar toen heette het van mij de Tjerk Hiddenschool. Nee, maar had dat niet altijd Tjerk Hiddenschool heten? Ja, van mijn gevoel wel, van mijn gevoel. Maar het had wel gelijk, ze hadden allemaal nummers. Ja, dat was, oude Bres had ook een nummer en dat soort dingen. Maar ik zou geen nummer weten. Ik kende alleen maar de Tjerk Hiddenschool. Maar ja, ik had er maar 2 uur op zitten. Maar we hadden ook de Van Sietsema school, die had er ook niet een nummer wel. Nou, eerst wel een, ja, wel, school Suffel en school Suffel. Het waren er 2 nou, ja. Maar goed, daar naar de Tjerk Hiddenschool op... En daar is daar een mooie foto te leggen. Ik zal even de mensen zien laten, want dat is dus wel de camera. Dat is een, wat een leuk jonkje. Ja, niet? Ja. Best raar, donker van kleur. Ja, zwart-wit, hè? Ja. Ja, ja, kijk, een mooie brandweerauto. Wees maar hoe de juf heet. Jawel. Het was juf Kopal. Kopal. Ja. En juf Kopal die woonde in de Schoppenhofstraat. Van de oliebol? Eerste. Die had een televisie, de eerste. Maar toen niemand had nog televisie. En dat mochten we altijd met de kleuterschool, met haar groep. Of toen heette dat nog gewoon de kleuterklas. Mochten we woensdagmiddag bij haar langskomen. Ik meen om 1:00 of 3:00. En dan kwam het programma op televisie en het heette Okkietrooi. Okkietrooi. En dat mochten wij dan met de hele klas mochten bij dat zien. Het was een belevenis. Als ze zo'n grote kamer, dat het allemaal kan. Ja, zeggen, want op een hele kleine klas, maar het was prop. En we waren allemaal om 80 centimeter. Dat scheelt ook. Ja. Het heette uiteindelijk de ondergang van... Nou ja, heel veel andere dingen geweest, hè, waar je dan misschien niet meer belangstelling voor had, want die televisie wilt wel natuurlijk je van het. Poppenkast is verdwenen. Ja, maar ik denk dat de invloed van de televisie, vooral toen ik jong was, viel wat met Nederland 1, Nederland 2. Ach ja, en die had ook niet de hele dag een uitzending vanzelf. Nee, daarom. Nee. Ik denk dat de computer wat dat betreft veel meer verstopt. Ja. Het kines meer in de sport en dat soort dingen. Kan je die tante Hanny nog herinneren? Van die eerste televisie? Die met de handjes? Jawel. Hanny Loest, hier dan. Ja. Dat was een Roomse juffrouw, toch? Ja. Ja, voor mij wel. Want we hadden een Tanja Koen en tante Hanny was, dacht ik, van de KRO. Ja, ik weet niet meer. Ja, zeker. Het Mies Bouwman ook niet nog onlangs geweest? Ja. Ook bij de KRO. Ook bij de KRO, ja. Ik heb zelfs wel eens gehoord, maar dat is een ander tak van sport, dat Mies Bouwman zelfs nog conductrice wezens op de Europabus. Dat ze vroeger wel hier op die bus van Amsterdam, Leeuwarden en Hamburg, dat ze daar opwerkte. Nou, zo werkt waarschijnlijk, want ze heeft een mooie stem. Ja, niet ja. Maar daar hoeven ze niet ver te lopen naar school. Op een kleine beentje, de rest is zomaar. Ja, maar daarna ging het veranderen, want mijn vader die was echt openbaar, laat ik het zo zeggen. Ja? Mijn moeder was gereformeerd en de schoolkeuze werd altijd bepaald door moeder. Ja. Mijn vader zei altijd, dan moet u mensen maar mee rijden en dan was het ook aflopen. Toen met een Fries praat bij hem thuis? Een combinatie van. Kijk, mijn ouders zijn echte Friesen. Ja, die waren niet de Leeuwen? Nee. Waar kwamen die fut aan, Fries? Mijn moeder is geboren in Wommels en mijn vader in Houlewijk. Ook, dat die elkaar troffen hebben. Ja. Dat is het kaasje, hoor. Ze hebben elkaar troffen onder de koe, heb ik begrepen. Dus allebei. Oh, vandaar de koestraat. Dat kan niet beter van zo. Zo kwamen ze elkaar tegen. Ja. Ze waren allebei. Ze zijn getrouwd in de oorlog. En mijn oudste zuster is helaas overleden, maar die is geboren in 1945 in januari. Oh, ja. Op het Hozenwereld. Nee, volgens mij in Pingje. Maar dat is... Maar dat was dus een mengeling van Fries. En in het begin was het allemaal Fries, maar toen kwijt. Ja, ik ben natuurlijk echt ooit in de Koestraat, en er werd niet in Fries gesproken. Dus Leeuwarders. Samen hoorde ook wel eens een combinatie op een verjaardag. Dan sprak de een die sprak Fries en de ander sprak Leeuwarders. Ja. En ik had ook nog wel eens een die dacht dat hij Nederlands moest praten, maar dat was geen succes. Nee, dat was of Fries of Leeuwarders. Dat was in onze jeugd ook zo. Als wij iemand Fries hadden, Friese medeleerling in de klas hadden, dan kwamen ze vast van buiten. Ja. En anders rookst het wel. Nou, dat hoort mij niet te zeggen. Maar de Koestraat, de Veestraat, dat binnen natuurlijk echt buurten waar Leeuwarders praten. Ik weet het ook nog wel een beetje vanuit die Veestraat. Je kon er ook schitterend spelen, want je had ook allemaal van die poortjes tussen de huizen en dan die stegen erachter langs. Die stegen waar nou allemaal helaas grote hekken voor staan. Ja. Koeplein was altijd mooi. Die prachtige pilkenbus gevecht, dat vond ik het mooiste wat er was. En dan had je die beskes, die witte beskes, dan kon je heerlijk met knallen. Oude samen dan die de boer op stelt en zetten, vond ik ook altijd mooi. Met die witte beskes, dat was... Ja, daar was je ook de schrik van de huisvrouw, want we mochten zo graag eens even op een ruten, zeker dat die net schoonmaakt waren. Ja. Dan even massaal die witte beskes erop. Heerlijk, Maar haast wel een bril op, want anders dat het leven is gevaarlijk. Ja, oude samen, dat weet ik nooit een keer, want inderdaad, we hadden van alles uitspookt daar in de buurt. Ja. En ik kom thuis en mijn vader zegt, god,
Als je een muts op doet, jongens, ze kennen die allemaal. Ja. Maar dat had oorzaak een heel andere ding. Voordat moest een muts op doen, dan weet ze tenminste niet de stel binnen. Ja. Heeft maar al last van hard op school, dat ze vuurtoren en dat soort... Ja, want eigenlijk was het na de lagere school wel afgelopen. Okay. Ja. Dus ik heb op een lagere school, daar kon ik wel iemand een week op lagen, wachten in de muurtschool voor rooien. Ja. Maar toen kwam ik op een HBS. Ja. En toen dacht ik ook in één keer, wat deed ik ook een flauwekul. Ja. Ik heb ook jarenlang, tot aan mijn 30ste, ik het ongeveer zo lang gehad. Ja. Oh, dan. We hebben nu trouwd gewoon in een lelijk eend in een spiekerpak en lang haar. Kijk. Dat is net een generatie jonger. Ja. En dat was inderdaad wel. Even over die moeken, die was gereformeerd. Ja. Oosterkerk, waar ging ze heen? Ja, in de Koepelkerk wel. Met Beppe, die woonde in Makkum. Dan ging ze naar de Efterkerk. De Oosterkerk was wat simpeler natuurlijk. Voor mij wel, ja. Is wel eens met geweest? Ja, vast wel eens kiemen, maar daarna... Ja. Maar het was niet verplicht? Nee, wel eens met Beppe ben ik wel eens met geweest naar de Koepelkerk. Dat vond Beppe dan wel leuk. Ja. Maar voor de rest, nee, niet echt. Maar kijk, nou hadden we het net over die school. Die kleuterschool, 2 jaar neem ik aan. Ja. Maar toen ben je er eraf gegaan? Toen ben ik 1 jaar geweest op de Oranje-Nassenschool. Die was toen net gebouwd in Heegterp-Schieringen. Dat is net voor maar goed, ik kon over de rondweg heen. Maar ik ging niet meer met, hoor. En ook 7 jaar liep met de cel gewoon naartoe. Natuurlijk, die ouders van tegenwoordig allemaal zuurtjes. Ja. Maar toen een leuk probleem kwam toen aan. Toen waren de Willem Lodewijk school in de binnenstad, die liep leeg. Ja. En toen kwam het christelijk schoolbestuur langs. Ja, die werd gewoon gezegd, nou, die twee jongens, van mij, Klaas en ik, mijn broer Kekker Sauer is en mij, die moesten verplaatsen naar de Willem Lodewijk school, want dan hadden ze daar weer genoeg leerlingen. Ja. En het was wel zo dichtbij, dacht ik, of niet? Qua lopen maak je niet deze veulen, maar het was wel in de binnenstad en dat vind ik leuk. Ja. En ik had echt mazzel, want ik kwam daar in de tweede klas en dat was tegelijkertijd met de opname van die film De Overval. Ah, ja. En ik laat de geschiedenis studeren, dat komt vast daardoor. 19 in de wat heeft daar van met kregen? Dat moet geweest hebben in 1962 volgens mij. Ja, zo wel aardig klopt. Ik ben van 1954, dus tweede klas bij jou. Ja, ik weet nog goed, ik kwam toen, ik zat op school in de Kanaalstraat. Ja. De CHBS. Ik kwam toen naar buiten en ik keek richting van de Eerste Kanaalsbrug. En ik schrok me ongelukkig, want daar wapperde een enorme hakenkruisvlag. Ja. Bij het Baken. Bij het Baken, inderdaad. Ja. Die hadden ze op Baken uitstoken. En dat was vanwege, wat ik toen niet wist, die opnames. We hebben op dezelfde school zitten trouwens, christelijk HBS. Oh, dan moeten we het daar nog even over hebben, zometeen. Maar we zijn nog op de Willem Lodewijk school. Ja. Want dat was natuurlijk speel op het schoolplein, denk ik, in de pauze. Ja, maar vooral ook, maar de speel op het schoolplein, dat was in de pauze. Maar het echte speelplein van ons bleef natuurlijk gewoon dat plein bij de Tjerk Hiddenschool. Daar gingen we altijd voetballen met de buurt tot we werd gestuurd. Toen stond er ook nog de Bob Kekel Mabel. Die zat in de kleuterschool en de Bob Kekel Mabel zaten bij elkaar. Toen heb ik nog een keer arresteerd. Toen hadden wij een bal in de school geschoten en die haalden we eruit. En arresteerd daar door de politie met naar het bureau. Het leuke is, mijn allereerste baan als leraar, die was op de Bob Kekelmabel. Kijk, cirkel weer rond. Dat was toen al op de Jacob Botke weg, hoor. Maar Andries, nog even tussen haakjes. Er gaat een verhaal dat de keizerskroon die ooit op het dak van de echte van Bob Kekel staan heeft, op de boekhandel op de hoek van de Peperstraat en de Wittemediek, dat die in die school stond. En dat hij later dus, want we hadden wel eens op zocht, en toen bleek dat de conciërge van de nieuwe Bob Kekel Mabel, daar ergens in Nijlon, kan dat kloppen? Ja, Klopotkeweg, ja. Ja, dat hij met de verhuizing of zo in de container terecht gekomen is. Maar die heeft hem nog nooit gezien op de Tjerk Hiddenstraat? Nee, dat verhaal ik me niet herinneren. Oké. Okay. Nee. Nog even terug naar de Koestraat. Boodschappen hoeven je niet ver voor, dacht ik. Nee, ik had er ook een krantenweek. Ja. Als ik ben inderdaad nagaan, als ik die krantenweek laatst nog een keer weer met iemand lopen. Ja. Maar je ziet hoeveel winkeltjes er toen waren, ook in de Koestraat, op het hoekje. Een Simon de Wit bij het Koeplein. Ja. Je had een Bijntema, de groenteboer, op het hoekje. Je had een De Spar van vrouw Visser in de Tweede Koestraat. Bakker Heims op het hoekje, het fietsenmaker Okkema zat daar ook nog. Als je op het Kerk Hiddenstraat kwam, had je daar ook nog Woutstra de groenteboer, Heima de groenteboer, je had het Zuurhuske. Nee, er waren winkels zat daar. Maar, kleine winkeltjes. Ik had een vriendje, Piet Meijnema, en die hadden een kruidenierswinkeltje in de Eerste Koestraat, ik geloof, in Midden. Zet hij dat nou wat? Ja, voor mij in de Eerste Koestraat is u kennen, maar dat weet ik niet. In de Tweede weet ik het wel. Ja. En wij gingen zelf altijd, dat was Holtrop, die zat op het hoekje van de Kerk Hiddenstraat in Kampersje Pad. Ja. Er binnen ook gewoon woonhuizen, maar er waren toen was dat aan de ene kant het postkantoortje.
van de familie Bergsma volgens mij. En aan de andere kant was Holtrop. En dat werd dan op afbetaling, hè, want dan kon dan de skiënders halen bij de boodschappen en dan ging ik meestal boeken één keer per week ging die betalen. En dan met zo'n boekje? Met zo'n boekje. Ja, dan kwamen ze, in feite was het wat we nou doen op internet. Ja, bij Albert Heijn bestellen en dan werd het thuisgebracht. Dus de voorloper van het internetshop. Ja. Alleen moest het nog even lopen. Ja. Alleen? En wij moesten wachten achter de toonbank, hè. Ja. En wat ik dan... Wat zo opvallend is, in ons niet hebben we het er wel eens over van op de voorstrekkers al die winkels verdwijnen en wat is dat jammer en dat is misschien ook wel jammer, maar in het westen, in Huizen, bij Jumda, overal op elke hoek, haast een winkeltje, er kwamen een paar grote supermarkten en al die winkeltjes fut. Ja. Heb ik nooit iemand over gehoord. Nee, binnen 10 jaar. Ja. Was het allemaal verdwenen. Ik zie ook wel op een voorstreek, want dat toch nog steeds, dat zit er weer een keer bij Tim. Ik vind het zonde. Het is op zich zonde, maar als je de oude aanzichtkaarten van vroeger ziet, van begin 1920 of zo, daar waren een heleboel van die winkels waren nog niet. Dat waren toen ook allemaal woonhuizen. Nou, dat en dat wordt het nou weer. Dat wordt weer. En daar ben ik helemaal niet op tegen, hoor. Nee. Maar goed, dus Willem Lodewijk school, wie was dat hoofd in die tijd? Meester Lieversen. Lieversen. Eerst was meester Theusen, die is dan overleden, weet ik nog wel. En toen later meester Lieversen. En dankzij meester Lieversen ben ik op de HBS gekomen. Hoezo? Nou, dat was bij ons in de seminarie niet erg gebruikelijk. En toen kwam de meester, die kwam lang, ik zal het nooit weer vergeten. En die zei tegen mijn ouders, nou, die jongen die kan wel goed leren, die maakt naar de HBS. En ik hoorde mijn moeder nog zeggen, nou ja, maar die heren wij natuurlijk. Oh. En toen moest ik eerst boven blijven, toen werd ik op plaats uit bed gehaald. Oh. En toen werd zei, nou wat was nou zelf wel? Nou, ik wil wel. Nou, dat was nog wel een Friese snaak. Automatisch kan je daar Even. Ja. En ik zei, ik wil wel. En toen ben ik inderdaad, mocht ik toen nog in de 6e klas. En dan had je 3 rijen. En dan was er 1 rij die moest dan voorbereid worden op de HBS. Ja. En dan moest je ook toelatingsexamen doen. Ja. En dan waren toen van de 2 Andriessen. Ik zie ze nog steeds. Ik ken mezelf dan en een andere Andries Brandsma, die slagen in 1 keer. Zo. En toen zat ik op de HBS. Vanuit de 6e klas, dat vind ik knap, jongen. Ik moest nog naar de 7e klas. Ja, klopt. Dat klopt. Nee, ik moest vanaf de 6e klas. Hij sloeg dus een klas over, jongen. Ja, nee, dat komt gewoon. Ja. En dan hadden we die verschrikkelijke boeken van de toetsnaald, heette dat. Ja, die blauwe voorbereiding op toelatingsexamen. Wij hadden ook van die boeken op de Blauwe Bul, heette die. Ja. Daar waren ook allemaal testen. Ja, we moesten hier niks anders doen dan van die examens. Ja. Maar goed, wij gaan zover ben we nog niet. Grote stappen door de geschiedenis. Ja. He, dus we hebben de winkels gehad, zo'n beetje, die daar waren, nou weten we dat Jumbo grote sportliefhebbers, zat dat er toen al in, als jonkje? Het rare is, ik heb natuurlijk 3 oude broers, die hebben altijd ook voetbald. Christelijk voetbald of niet? Ja, voetbald, maar ook bij mij allemaal bij Leeuwarden. Maar staat ze op een christelijke club? Of? Nee, Leeuwarden, nee, dat christelijk, nee toch? Je voetbal me openbaar. Nee, die voetbal eigenlijk allemaal bij Leeuwarden en... De Klomp, ja. Hoe dichtbij. Ja, en ik zelf heb ik eerst jaren volleybald. Bij toen nog Helios, die bestaat niet meer. Die is dan later overgaan in DHC. Hij stond nog in de beurs volleybald? Ja, maar dat was met school. Toernooien van school. De schooltoernooien waren in de beurs. Maar geen competitie? Nee. Hey, we hadden boven 3 volleybalvelden in de beurs. Dat was bij ons nog wel zo. Competitie deden wij in Sporthal Bilgaard. Juist. Toen kwamen we in die sporthal. Dat hadden wij niet in ons team. Kijk, weer wat ouder, hè. Had die Wilmer op de school wel een investief zo? Volgens mij niet. Ik kan me dat niet herinneren. Ben je dan ook afmarcheerd naar een andere school die wel een gymnastiekzaal had? Ja, zwemles bijvoorbeeld overdekte. En optocht erin in de dorst. Optocht erheen, daar heb ik mijn diploma ook gehaald. Katsplein heet het dan. Maar moest dat ook dan bijvoorbeeld met Koninginnedag naar de Obade en de Prins? Ja, zeker. Dan kun je dan wel voor mijn kop had. Met juffrouw... Juf Sieraad. Juf Sieraad. Nee, daar stonden we dan. Wel voor de kop had. Ja, ik was iets te... Was feest, jongen. Ik zong blijkbaar een beetje vals. Of Pieter Riet, dat gebeurt ook veel. Je zat daar op een mooi hoekje daar in de Willem-Lodewijk-school. De gevangenis was nog volop in bedrijf. Ja. Dat vond ik altijd spannend, hè? Maar dan zag je wel eens een busker in. Maar ja, alleen die deur, de eerste deur, die kun je nou ook nog zien. Ja. Maar daarna natuurlijk. Nee, was gebeurd. Ja. Nee, dat ik vond het wel spannend, inderdaad, hoe je er voor het eerst kwam was zoveel jaren. Maar door heeft de kracht niet meer met, maar de echte langs de keizer gaat het water. Nou, dat zit ik me af te vragen, want ik was een jonkie, ben ik wel bij de Demping van Vliet. Ja, maar dat is veel later. Was dat weer veel later? Ja. Keizersgracht denk ik dan niet, maar het Vliet hangt er wel met. Maar de Peugeot-dealers zaten wel aan de overkant van school, Huizinga, waar nou de Paddy O'Ryan is. Ja, klopt. Ja. In dat prachtige pand, ja. En staat ziekenhuis vanzelf, wat nog volop functioneerde, neem ik aan. Ja, want mijn vader was daar toen ook tuinman. Oh, ja, die woont toen? Nee, staat ziekenhuis werd onderhouden door de gemeente.
Jawel, maar hadden ze daar een ploeg? Ja, nou ja, in ieder geval die hoek had hij dus wel. Ja, dus, ja. Nou, later moest je op naar het Triotel. Ja, Triotel. Die zit niet binnen, toen heb je nog een heel beperk. En daarna is je naar de Vloskepolling aan. Juist. Maar dan, ik weet nog te herinneren dat als dan de ambulance kwam, die ging dan meestal naar het stadsziekenhuis. En dan werd die de voorzet, de patiënt ging naar binnen. Ja. En als dan even later boven dat grote raam, linksboven, de lampen van de operatiekamer branden gingen, dan zeiden we, nou, dit is niet best. Nee. Ja, daar hadden we verstand van toch? Ja, het was wel griezelig. Ja, je zag die lamp wel, maar voor de rest niks, want het was matglas de onderkant van. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik kan me er wel vaker herinneren. Hadden ze daar ook een waar speelde je hem in de pauze? Middel-Noordenwijk-school. Ja, dat was volgens mij voor de school zelf. En je had hij aan de schoolplein of niet? Ja, daarvoor. Die brede van de brede stoep. Brede stoep. En dat was voor mij wat het ook indeelde. Eerst de kleuters die mochten naar daar. Die moesten ook nog wel eens achter de school blijven volgens mij. Ja, achter het hek. En dan tweede en derde kwam. Maar waren een soort strepen. En dan moest je dan blijven. Ja. Oh, dat gaan ze bij de hofschool ook. Ze hadden niet een echt schoolplein met een hekker omheen. Het was natuurlijk een boel verkeer. Maar. Zoveel auto's waren het er ook maar niet. Nou, de commissaris kwam eens langs in een grote slee. Ja. He, van de die moest even naar het provinciehuis. Ja, die hadden we toen. Lindhorst-Holman. Lindhorst-Holman, vast. Ja, dat kan niet missen. Ja. De grote vriend van Juliana en Bernard. Ja. Nou, het was toch de tijd dat Beatrix ook nog wel kwam te logeren hier in, op het stadhoudelijk hof. Ja. Dat hebben we ze toen, ja. Oh ja, maar, Nou ben we alweer van de sport af. Dat moet niet, want we gaan het even over. Ja, voetbal, we gaan even weer terug naar Cambuur. Ja, toen het Cambuur. Dat Cambuurstadion, zeg maar. Ja, het Cambuurstadion. Ik vind het toch wel grappig. Wat vroeger echt een hobby was, want zoveel geld hadden we dus ook niet. En dan natuurlijk, hoe kom ik er gratis in? Ja, tuurlijk, pieken. Dus eigenlijk ben ik jarenlang gratis naar Cambuur geweest. En dan ook stiekem over het hek. En er kwamen later die punten erop. En er werd verdiepende troep met erop smeerd. Maar aan een oude deken met, dus er kwamen er tonnen wel in. Ja. Maar ik herinner me toch van die man in die grote zwarte leren jas. Ja, klopt. Die daar de boel, die daar de wacht hield. Maar meestal een piepje daar wel erheen. Of die gaven stiekem met iemand een kaartje. Dan ga je het kaartje weer deur. Ja, dus om hier naar binnen te komen. Dus ik vond het ook wel leuk inderdaad. Een begin om erin te pikken. En ik was wethouder sport, dus ik ben eindelijk bovenin. Dus ik heb wat weer meer. Een glanzende carrière. Maar dan trainde je hem op die velden erachter. Ik heb niet voetbal, denk ik. Ik was de zaalsporter, maar dus die velden erachter. De broers die trainen daar. Ja, Harry het voetbal, ook zaalvoetbal. Jappie het tiende voetbal, bij zaterdagmiddag 1. En Klaas het ook tiende voetbal. Maar ging je moet naar de wedstrijd in de zondagmiddag of zo? Ja, Van de eerste, ja. We mochten dat wel. En zal Leeuwarden nog met, Maarten, voordat Cambuur werd? Ja, Krek. Ja, wij ook. Daar gingen we elke zondagmiddag heen, naar het oude Cambuurstadion. Ja. En dan had ik een vriend, een jongen van de melkboer, zoon van de melkboer, van de zee uit de Koestraat. En die ouders waren nog wat gereformeerder en die mocht dan niet met naar het voetbal. Die had een zusje, Ankie, en die moest dan wel naar de zondagschool. Dat was vaak wat het ook tegelijk deed. En dan was er altijd een afspraak, dan vertelde zij hem wat de dominee vertelde. Ja. En dan kon hij toch net dus doen, of was het zo. Maar dan kreeg ik een keer ruzie met zijn zuster. En zijn zuster wilde het niet vertellen. Ja, toen kwam het uit. Ja, dan ben je kwetsbaar, jongen. Zeg je vertellen. Maar zijn moeder niet tegen de kines en tegen wij en die broers en zusters van je met een catechisatie? Nee, we gingen wel naar zondagschool, maar dat deden we meestal ongeveer een maand voordat het kerst werd. Voor de sinaasappel. De sinaasappel. En ik kreeg ook een boekje met. Dus ik ben ook nog wel eens een herdertje geweest, maar meestal stonden we er wel voor. Een herdertje? Zeker, een kerstspel, hè? Ja, kerstspel. Ja, dan kon je dat leggen. De herdertjes lagen bij nacht. Ja. Maar meestal was je aan een cadeautje hadden, een week later, en dan werden we de draad weer gestuurd. Ja. Ja, oké. Nou, en waar was dat dan? In de Galilee Kapel? Nee, ik woonde ook bij de. De nieuwe hoek zit erachter bij de kerk, daar staat zo'n... Oosterkerk? Dan moet je even kijken. De zonneschool. Ja. Ik ben zelf ook nog wel naartoe geweest, vanuit die Veestraat. Ja, voor mij en, had meneer Terpstra, ik me dat goed herinner, die had het jaar na. Ja, en daar hadden ze zo'n, tegenwoordig is ze van die digitale schermen, toen hadden ze zo'n filbord. Ja. Wees er wel, met allemaal, dan kon je ezeltjes op plakken en wat dan ook allemaal. Ja, André, zelf eens even terug naar die HBS, jongen. Naar de CHBS in de Kanaalstraat. Het nieuwe stuk zat er al bij aan, denk ik. Dat had gebouwd. Nee, volgens mij toen ik er kwam, werd er niet meer gebouwd. Want later is dat was al klaar. Want, Dat is in 1962. Ja, toen zat ik op school. Ja. Toen is dat gebouwd. Zou je anders nog weten hoe de conciërge heette?
Hoekstra. Verschrikkelijk mansje. Hoekstra staat op Marienburg. Ja, maar die zat later ook op daar. En die man die had. Ik ben al, ik weet nog wel. Dat was een heel aardige man. Nee, dat was verschrikkelijk. Dat was een heel klein mansje en die had er gewoond. En dus kon hij, ik kwam hier net boven de vensterbank. En in die tijd rookte ik ook al. En dan mocht je, als je het herinnert, dan moest je de vooruit. Ja. En dan moest je omlopen en dan moest je de fiets pakken. Ja. Kijk, in eerstkool mocht je niet roken, maar, nee. Maar dan bleef hij je volgen. Maar zodra je de school instapte, dan stak ik een checkje op en dan liep ik om de school heen. En dan werd ik inderdaad een keer door hem betrapt. Ja. Zag hij van boven mij roken en op een of andere manier werd ik altijd herkend. Ja. Vlak voor de kerstvakantie in januari, dan moest je op zaterdagmorgen moest je terugkomen op school. Dan op zaterdagmiddag. Zaterdagmiddag? Zaterdagmiddag. En dan ging het van de straf af, dan moest je of 1 uur terugkomen of 2 uren of 3 uren. Op zaterdagmiddag? Op zaterdagmiddag. Oh, dat was straf. Dat was echt straf. Ja. En ik kreeg toen voor dat vergrijp, kreeg ik, volgens mij kreeg ik inderdaad 3 uren moest ik daar zitten. Ja. Toen moest ik een opstel maken en dat was in de tijd dat op televisie was die serie van Dubbelspion. Kerstjournaal, die begon altijd met zijn grote bal en dan stak hij hem aan en dan in die telefooncel en dan verdween die boodschap. Dus ik had die conciërge, ik had een opstel maken en ik had het inleveren terwijl ik, laten we zeggen, daar hoeven dingen over vermeld het over de conciërge. En toen ik inderdaad, moest ik hup, melden. Herinner ik me nog tijdens de les van Wouter Lood van Doesburg. Wouter Lood van Doesburg, aardrijkskunde. Melden bij. Ja. Voor, ja. En toen hadden we, voor mij in elke klas zat een telefoontje. En er werd, 's ochtends werd er beld door de rector zelf. Ja. Die leerlingen moesten zich bij hem melden. En toen moest ik mij weer bij hem melden. En later bij de heer Van der Meulen. Ja. En dat was natuurlijk een soort intercom, dat kreeg je toen. Ja, een soort intercom. En dan moest ik inderdaad een week lang die lessen volgen. En alleen maar proefvertalingen maken. Ja. Ondanks de rooktas. Ja, vooral door dat gedrag wat daarna gebeurde. Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, die leraren die konden zelf ook wat van. Want dan is het nou over Van der Meulen. En die gaf dan boekhouden en handelsrekenen. Ja, bedoel, met roken betreft. Met roken, ja. Ja. Want ik zei die vertellen, jongen. Dat hij dan zijn zware checkje in elkaar sleuteld had. Dat was net een joint. Ja. Zoveel tabak douwde die erin. Ja. Nee, en dat liep als een trompet. En dan gloeide dat, zeg ik. Zo'n pieltje. Zo'n pieltje had hij, ja. En dan had hij die op en dan stak hij een piep op. Ja, maar mijn beste leraar, zeg ik altijd, was Middeldorp. Ja. Geschiedenisleraar. Ik heb zelf ook geschiedenis gestudeerd natuurlijk. Ja. En die rookte gewoon een sigaar voor de klas. Ja. Dus in dat hele lokale stond naar die sigaar. Ja, ja, ik herinner dat, Maribor was een leraar Piet Sigaar, zei hij. Oh, maar daar begon ik met een stekenleraar. Verhoef, Piet Verhoef, dat was ook Piet Sigaar. Ja, die was er toen. Oh, kijk. Ja, ja, er stond nog in de bank, stond er nog Kerft, Piet Verhoef is een boef. Kijk, dat was al een groot dichter, waar ik al deze. Maar hij stel Brouwer ook nog aan zijn. Ja, voor mij voor gymnastiek. Gymnastiek, ja. Ja, Van Vliet of Vliet, straf ik even Vliet. Naar. Van Vliet. Van Vliet, ja. Meneer die noemen wij minus flap hoor. Ja, en jouw ja, klopt. Minus flap hoor. Ja, maar gymnastiek waar? Voor mij op Achter de Hoven in zijn zaaltje. Tegenover Marienburg. Oh ja, juist. Ja, daar zat bij die slager. Tegenover Marienburg. Tegenover, daar zat een gymnastiek. Maar daar toch verderop, achter die boerderij bij Achter de Hoven, een hele gymnastiek zaal. Ja, maar gymnastiek lokaal. Ja, dat klopt. Maar voor mij hebben wij niet eigenlijk mooi drukte. Ik zat altijd in een kleine zaaltje. Nou, ik ken er wel een mooi verhaal over, Brouwer. Want de roostermaker die streefde er altijd naar dat je begon of eindigde met gymnastiek. Ja, want anders moest je steeds van school. Nou. En op een gegeven moment, Brouwer die moest, dat kwam ze uit, 4 keer achter elkaar beginnen met een klas. En elke keer met gebed. Ja, tuurlijk. Dan, ja, christelijk zo. En toen met de vierde keer, toen opende hij met de legendarische woorden: lieve heer, u zou wel denken, daar heet je Brouwer weer. Dat is En nou, daarna is het ook niet meer voorgekomen, ik geloof. Nee, maar dat was het. Maar dat gebed klopte wel. Het brukte me altijd om dan snel even die woordjes te leren. Maar ik moest maar het woordje leren. Ja, liet me de leraar zijn gang gaan en wij snel even kijken over de woordjes erin staan. Ja. Nou, een mooie tien, jongen. Man. Maar wie was toen je baas, je directeur of school? Schouten. Ja. Volgens mij woonde die op de Emmerkade. Ja, klopt. En, net als Brouwer, die woonde net verderop. Ja. En ik heb bij zijn dochter in de klas zitten, Elisabeth Schouten. Ja, klopt. Die heet Elisabeth, ja. Ik heet ook die dochter. Ja. Wij hadden wel eens een keer een feestje gehad, weet ik nog wel, als qua jongen. Wij zaten, ik zat er dus niet op, maar dan werden we uitnodigd. En er was er een feest in die nieuwbouw. Was dat niet een soort aula, een kantine? Ja, dat zat onder in de kantine. Ja. Maar daarvoor, voordat het eraan plakt werd, was dat er niet. Dan moest je in de pauze altijd naar buiten toe, hoe hard het ook regende. Ja. Rondjes lopen. Of was er een kelder waar we dat feest hadden hebben? Dat kende we wel eens. Fietsenkelder. Dat was een fietsenkelder. Die is toen wel gemaakt. Ja, je had die binnenplaats en daar stond ook nog een groot rijwielrek. Speciaal voor docenten. Ja, dat stond er ook op.
Ja, die hadden ook een eigen uitgang. Hè. Die mochten wel binnen de deur en wij moesten omlopen. Ja, ja, ja. Nou, verschil te wezen. Ja, daar hebben we toen nog een keer een bot neergezet, overstekend wild. Nee, wel. Hup, weer zaterdag binnen terugkomen. Ik zeg nooit dat je het gedaan hebt. Oh, ja, dat is mooi, man. De Kanaalstraat, maar, dus daar ben je ook wel eens op. Met lift op de Eerste Kanaalsbrug, had die open ging. Jawel, jawel. Dat was mooi. Ja. Ja. Oh, dat was een heel ritueel, hè? Ja. Hij, die slinger die hing tegen de zijkant van die brugtunnelleuning. Die haalde die eruit. Nee, eerst moest men met de hand die bomen naar beneden toe. Ja, klopt. En dan pakte hij die slinger, draaide eerst de brug los. En dan moest hij een ander klepje. Ja. En dan begon hij. Ja, dat orkest op brugwacht te worden. Ja, dat was een prachtige baan, jongen. Ja. Stond ook niet zo'n klein vierkant hokje waar die man een soort een dagverblijf had. Ja, verschrikkelijk. Een van de allerlilligste bouwsels in de stad. Nee, wel? Ja, dat is niet best. En daar zat er op de hoek zat er een kruidenier waar nou die antiekzaak zit. Waar dat niet die antiekzaak weet ik nog wel. Daar heb ik een keer een kast gehoord volgens mij. Maar dat zat vroeger inderdaad ook een winkeltje van. Zat er niet een Zijlstra? Zo'n... Ik weet nog wel, tegenover de HBS-kanaal, daar zat zo'n eerdappelboerke. Ja. En die man had ook een hoofd als een eerdappel. Dat was allemaal pallen. Nee, wel? Ja, die had een grote auto. Ja. En als daar achter rees, dan dacht dit is de eerste zelfrijdende auto. Oh, ja. Want die was zo klein en zo'n klein kopje. Zag ze het niet even boven de stoelen komen? Ja, jezus. En dat voor mij Poekie daar tegenover staat aan de ijsbeer. Ja, klopt. Ja. De ijsbeer. De ijsbeer, die zat daar. Ja, ja. Ja, ja, prachtig. En maakt je hem ook altijd dat de in de pauze die ronde via de Sully-Raswal en dan bij de achter de hoven er weer in? Ja, voor ja, we hadden allemaal van die loopjes. Maar ik heb me nog herinnerd dat ik aan het smiddags gewoon huis ging om te waren meten. En dan ja, dat wel. Dat deden wij ook, ja. Maar en hij ook precies op tijd, aan mijn vader, die moest dan ook, kwam ook tussen de middag. Maar die grote concurrent had gemeente HBS. Ja, die was vlakbij. Ja, maar daar had je hem verder geen niks mee te doen. Nee, dat waren de heiden, hè. Ja, de opbaar. Nee, dat moeten we niet. Nou ja, ze hadden wel een minty trusje suk. Ja, dat is waar. Ja, ja. Dus, maar ja, die was al open toen staan erop. Maar in, dat liep in de kroeg, dan liep dat wel. Het was door elkaar heen. Ja, naar die school. Ja. Nee, we hadden ook verschillende begintijden en zo, geloven. Maar was niet de lijn van Norse daarachter? Ja, van mij wel. Ja. En de fabrieksteek. Ja, en voor mij op het hoekje was het toen nog de Kazoliet. Ah, ja, de Knoopkenfabriek. Over het spoor. Ja, een van mijn broers Harry die heeft daar dat hij in magazijn werkt voordat hij naar de gemeente ging als bij sport. Oh ja. En hadden we ook niet in de pauze broodjes halen bij Bakker Stelwaren of zo aan de overkant? Halve suikerkoek. Nee, ja, dat wij. Ja. Ja. Nee, heel gaat, ja. Een knappe pen. Maar ja. Dacht, ja, nee, maar in die jaren ben toch wel het een en ander weer daar veranderd. Ja. Toen ik eraf kwam, ja, dat was 1963 en dat was de titel, kwam Stouders een beetje op. Ja, nou, we hadden een 3 jaar en een 5 jaar heb je, klopt, niet? Ja. En welke stoot ik heb gewoon de 5-jarige gedaan, hè. Maar 3-jarige was volgens mij ook meer de was het toen, maar voor mij was die mintiet, was het alleen maar de 5-jarige. Oh. Plus volgens mij de MMS. Die zat er nog bij in. Die zat er nog bij in. Ja? Ja, 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 ja. Aan de, die MMS, dan denk ik aan de Grote Kerkstraat. Maar ja, dat waren de openbare. Ja, ja, of zo. Nee, maar in de tijd van de verzuiling, die trouwens wel begon af te nemen toen, ja. Moest je ook nog een christelijk hebben. En die zat in het gebouw van je? Ja. Of van de Kanaalstraat? Ja, ja. Wel. Ja. Dat is wel leuk. Ja, dat is echt een gemengd bedrijf, kan je wel zeggen. Nou. Ja. Trouwens, als jou die jaren hebben, dan begin je zo langzamerhand ook wat sociaal actief te worden. Of sociaal mobiel, moet ik eigenlijk zeggen. Je wil er wel eens uit. Ja. Wat waren de plekken waar Stouw dan wel terecht kwam? Ik combineer het vaak. Ik ben ook zo'n beetje meer dan 10 jaar ben ik vrijwilliger geweest in het jongerencentrum met Vliet. Oh. En van vanaf welke leeftijd ongeveer? Nou, vanaf mijn 15e, 16e denk ik al. Vrij snel. Toen al, op de HBS-tiet? Ja, HBS-tiet al. En, het was want een beetje het kwam door Willem Verf, ook wel bekend in Leeuwarden. Ja, de naam wel. Die was ook werker. Ik was vroeger als kind wel op het Vliet geweest, toen het echt nog het Vliet was. Katholiek met frater Simons. Hè. Dat was een frater die runde dat bedrijf. Daar ben je later aan de voorstelling aan. Heette dat toen al jongerencentrum? Ja, jongerencentrum. Ja. Het en waar zaten die dan? Meteen, ja, het witte gebouw. Later zat er zo'n glashandel in. Aan het begin van, kreeg aan het begin van het Vliet. En aan dat de linkerkant? Ja, aan je komt als je vanaf de stad komt, aan de rechterkant. Aan de rechterkant? Ja. Daar heb ik voor deze biljart. Dus wat dat daar stond een biljart. Daar stond een biljartje. Niet voor het laatst geweest. Nee, niet voor het laatst geweest. Nee. Nee, dat zal ook wel. Nee. En,
Toen kwam ik, die kwam ik tegen in Passepartout. Nou, hij zei, je kent de jongens of wat, kent de bezoekers of wat. Er kwamen ook wel jongens uit de Koestraten, en ook heel veel uit de Maar ja, dan zijn ze wel in Passepartout en dat doen ze alsof Houweleeuw wat dat weet. Maar er zijn natuurlijk een heleboel jonge kijkertjes die dat helemaal niet weten. Passepartout was echt een politiek café, ook wel een klein beetje achter. Dat waren eigenlijk twee, hij Oranje Bierhuis, maar die aan Passepartout. Ja. Er zat Piet Haakjes zat er later in met Siet, Pieter Siet. Nanne Kalma had daar ook altijd achter de bar staan, later van onder andere van Ierold. Ja, de zanger. Er werd ook heel veel muziek werd daar gewoon gemaakt. Ja. En nou ja, dat was ook wel eens kaart en dat soort dingen natuurlijk. Ja. Dat was dan vaak kroeg. Dat kwam ik bij mijn vrouw ook al. En heel vaak ook, dan had ik vrijwilligerswerk dan op het Vliet tot s'avonds een uur of 11. En ja. Dan kon je in één keer naar Passepartout. Was het water er toen nog of was hij al dempt? Dat was toen dempt, want ik heb nog metmaakt dat toen ik op lagere school dat het Vliet dempt is. Dat was in een jaar 6, 7 denk ik. Ik heb erbij staan toen het dempt werd. Ja. Had je de tranen in de ogen? Op dat moment dacht ik er niet zo van haken. Nee. Als je later die plaatsen ziet, maar luister naar Vellingen. Mooi, maar dat vind ik nu steeds met de Noorderweg. Is gelukkig nog mooi opknapt. Ja. Dat hele asfalteren. Ja. Maar ja, aan de andere kant, jongens, het verkeer dat moet ergens de stad in verzelf. 10 na 10. En toen hadden ze nog de opvatting, Andries, van we moeten brede. Jawel, maar goed. Als ze gelijk een eigen brug aanleggen moeten dan tegenover het Vliet. En dan zullen toen dempen en dan ze hup. Ja. Door de Sacramentstraat dempen, dempen. Maar de meeste monumenten in verhouding het Harlingen is alleen maar houden omdat ze geen geld hadden om te slopen. Ja. En later werd dat belangrijk. Ja, dat is, en dan wordt het restaureerd. Ja. Kijk hoe je het bekijkt. Ja, dat is altijd zo. De lui die geen geld hadden, die hebben de meest antieke spullen. Die wel geld hadden, die kochten nieuw. Ja. Passepartout, maar daar heeft ook die charmante echtgenoot ook ontmoet. Ja, we hebben elkaar ontmoet in de Koestraat. Oh. Ja. Oh, buurmeisje. Ja, zeker. Gewoon een buurmeisje. Trouwens, dat telt van mijn oudste zuster ook. Die kwam ook in de Koestraat tegen. De girl next door, zeggen ze dan. Ja, echt. Allemaal. Maar alle broers. Jappie heeft dan een meisje uit Vlaanderen gevonden. Maar dat we in de buurt. Nou, wat leuk je. Dus je hoeft elkaar niks te vertellen. Nee, we zijn ook al 41 jaar trouwens. En wanneer de vonk oversloegen? Geleidelijk aan. Ja. Op een gegeven moment dan realiseer je... We konden wel verkering hebben. Ja, zo gaat dat. Ja, en dankzij mijn vrouw, toen kwam inderdaad, dat ben ik ook wel wezen. Die hangen ook allemaal op mijn kamer in Leeuwarden. Ja. Al die verhalen van de Paul Wouws en dat soort dingen. Daar heb ik te danken aan. Mijn vrouw, die kwam daar al, die was eerder met die muziek in aanraking geweest dan ik. Ja. Dus mijn vrouw werd veel invloed gehad op mijn muziekkeuze. Ja, er gebeurde een hoop in de stad op dat gebied toen, hè? Nou ja, je krijgt binnenkort nog Piet van der Wal. Ja, die komt ook nog. Ja, die komt volgende week. Van mij Piet, heeft je boek ook geschreven. Piet heeft het volgende week. Ja, nou ja, volgens Piet wel. Ja. Dus, ja. Maar het is echt leuk om dat voor het verhaal te maken. Ja, dat is kijk een beetje, wij waren wat eerder, hè? Dat is... Ja, wij waren eind jaren 60. Ja. Je bent mooi gewoon mist. Wij hebben dat mist. Ja. Wat je niet metmaakt hebben, mis je ook niet zelf. Nee. Maar goed, dat hoor je dan later wel. Maar hij is daar ook wel in Hippo geweest? Ja, zeker wel. Ja, hè? Zeker wel. Ja, niet zoveel, maar ik ben er wel geweest. Nou ja, ik heb onder andere zien Urbanus van Anus en dat soort. Ja. Ik kan me nog herinneren, hoe heet die jongen weer, die Friese schrijver, Bauke Jacht. Ja, Bauke Jacht, die woonde ook ergens. Helemaal op tilt sloeg enzovoort. Ja, dat was dan wel... Piet is een stuk ouder, dan ik ben ook 64. En Piet, op die leeftijd is het verschil. Ja, maar dat is een generatie. Is Piet denk ik een jaar of 8 ouder. Ja, is van ons leeftijd. Ja. Dus toen ik inderdaad bij die Paul Wouws kwam, dat was ik 15, 16 denk ik. En toen was Piet, die zat in een organisatie. Maar hoe komt een jongen aan zakgeld? Zie je op een gegeven moment gast uit, dat was van zijn pilsje. Krantenweek. Ja, maar dat weet ik niet. Ja, ik heb 10 jaar heb ik de Leeuwen de Krant bezorgd. Eerst in de Koestraat natuurlijk. Ja. En toen ben ik mijn ouders weer verhuisd naar de Robersestraat. Toen kon ik daar ook een krantenweek krijgen. Op zich was dat niet zo'n gezellige week, alleen het had één groot voordeel. 300 kranten in een half uur waren ze. Dan kwam ik er op de Canadezenlaan. Ik had de hele Canadezenlaan. Ja. Over het algemeen oude mensen trouwe krant lezen. Ja. Dat was in de flats. Hup en gooien. Ja. Maar dan was het schaatsen. Dan was de leider Ies en dan wist schaatsen. Die stomme krantenweek. Ja, nee, dat is één voordeel. Kijk, ik ben dat ik aan het pad neem. Met al mijn broers schaatsen, maar ik nou weer net niet. Oh, al mijn broers voetballen, maar ik nou weer net niet. Oh, dat was, dus dan ben je toch ideaal als krantenjongen. Ik had een krantenweek 's morgens vroeg, maar dan kon je 's middags wel schaatsen. Ja. S morgens vroeg wel, maar dat was veel te koud.
Ja, ik had slappe enkels, dus dat werd niks. Ja. En ook in krantenweek. Nee, dus, dat is wel. Ik was blij dat de winter voorbij was. Nou, goed, je kent een beetje slappe enkels en slappe knieën. Ja. Sorry, is het. Ja, ja. Moest u hem dan helemaal naar de Noorderweg om die kranten op te halen? Ja. Met de grote grauwe fietstassen? Ja, grote grauwe fietstassen. En ik heb er ook altijd de onderhandelingen inderdaad, zat er al vroeg in over de loonsverhogingen. Want dan kreeg ze ook fietsvergoedingen, hè? Nou, dankzij mij de ziektegeld komen voor krantenbezorgers. Nee, wel? Ja. En wat er komen is ook, toen kregen ze een nieuwe pers. Ja. En om de havenklap was het ding stuk. Oh ja, dan moest je weer wachten. Ja. Moest je weer wachten. En toen hoorde ik dat die mensen die daar gewoon werk niet kregen, dat betaald. Wachtgeld. Dus ik zei, dan willen wij ook wachtgeld. Ja. Dus ik ben er ook wel eens 2 keer ontslagen bij de Leeuwardenkrant. Maar dat was nooit zo'n probleem, want dan riep ik een staging op zaterdag. Ja? Dan zei ik, jongens, zaterdag gaan we niet lopen. En er werd alle eisen werden zomer inwilligd. Dus dat staat er al jong, ja, een beetje. Ja. Het barricadewerk, hè? Nou, nee, ik vond het ook een gevoel voor rechtvaardigheid. Het was trouwens wel ook een mooie tijd. Ja, het was heel onpraktisch, die Leeuwardenkrant daar op de hoek van de Noorderweg. Want elke dag werden er ook van die grote rollen papier aanvoerd, volgens mij. Ja, en de krant die hing daar te lezen. Ja, die hing vooral op de Noorderweg. Nee, maar vooral op, weet ik wel, op zondag. Dat telde dus André ook wel eens. Mijn broer ging er ook al heen, want dan moest je de voetbalslagen, die hingen daar dan. Oh, ja, die hingen er dan. En die hingen dan op het hoekje, is een dingetje, en dan was het heel druk, want die mensen weten wat heb bij de voetbalslagen. Kan je nou niet meer voorstellen. En dat was belangrijk vanwege de Toto. Ja. Hoewel, het kwam, de uitslagen kwamen ook op een radio vanzelf. Jawel. Ja, maar goed, dat werd daar, daar hingen ze in. Het was altijd redelijk druk, er stonden mensen kieken met het gespeeld. Ja. Maar de krant zelf hing ook pagina voor pagina. Dus het is zo'n al die geld uit de koppen te snellen, ja. En ook met de verkiezingen vanzelf, de uitslagen. Ja. Maar goed, dat kon niet meer op laatst natuurlijk. Net als zoveel bedrijven uit de binnenstad fut moeten en fut moesten. Ja, die was echt ook niet meer. Maar had je hem om de hoek, had je hem ook Engelsman Winia? Ja, klopt, die oude Chinezen zit. Ja, die Opel dealer. Ja. Of General Motors, moet ik zeggen. Ja, die zat er ook in. Hotel de Bleek had je nog, stond ook een biljart trouwens. En Stadzicht, is dat nog met mij? Stadzicht aan de overkant, café Stadzicht. Nee, tegenover. Dat was aan het begin van Werkpaslust. Ja, wacht eens, ja. Waar de San Brinko's ook zitten hebben. Ja, dat pand weet ik wel, ja. San Brinko's. Ja. Dat knel ik het allemaal. Nou, Werkpaslust wordt tegenwoordig alweer vernieuwd. Hè? Dat was. Is toen helemaal afgebroken en dan is er een nieuwbouwpleet en dat wordt nou allemaal weer renoveerd. Ja, het gaat, jongens. Ja, man. Maar goed. Daar kwam ze op een gegeven moment van de HBS af. Van de HBS af en toen aan het werk? Nee, toen heb ik de lerarenopleiding gedaan hier in Leeuwarden, UBM's. En heb ik nog gecombineerd met een jaar in Groningen. Dat kon, hè. Dan kon je deurstromen. Waar zat die school toen, Andries? Ik heb het daar nog in de Molenstraat in oude HTS. Oh, die zat daar. Daar zat toen een leraar. Maar toen was het al een paar jaar bezig, denk ik. Die noordelijke leraar, hoe heette dat? Nee, gewoon de UBM's, lerarenopleiding. Ja. Want ik weet nog, dat was in 69 of zo. Toen hoorde ik dat verstad ging. En toen was ik zelf schoolmeester in de Briel. Toen zei ik tegen mijn vrouw, nou, als we nou ook slim zijn, doen we dat. Ja. Dan kon zij weer mooi werken, kon ik een paar jaar leren. Maar toen werd het afbloezen, toen is het een jaar uitsteld. Ja, klopt. En toen ging dat niet door. En, ik ben in 78 inderdaad afgestudeerd. Nou, dan was ik een van de. Ik was de 25e die inderdaad een diploma haalde. Frans. Ik had misschien. Ja, je moest twee vakken doen. Ja. En hij staat eerste graad en tweede graad? Ja, of tweede graad en derde graad heette. Oh, tweede en derde. Dus dat was het dus. Derde graad is dan meestal LBO en zo. Hè? En toen? Nou, toen nog. Nou, meer laten we zeggen. MAVO, toen nog een gewone VMBO, dat soort dingen. Of VBO heette dat. Ja. Dat meer. En de eerste graad was meer de bovenbouw HAVO VBO. Ja. Maar Frans, dat is natuurlijk tegenwoordig ook. Geschiedenis kan ik me voorstellen. Ja, maar Frans was mijn bijvak. Ik bedoel, ik zei Engels vind ik wat gemakkelijk. En Duits, die had de oorlog verloren, dan neem ik gewoon Frans. En in Swahili, hij staat er nog overwogen. Nee, maar wat een mooie redenering. Ik was wel redelijk goed in taal. En ik vond Frans gewoon mooier dan Duits en Engels. Dat was eigenlijk heel prachtige taal. Het is altijd mijn bijvak geweest, want ik wist dat vanaf de lagere school denk ik iets te doen met geschiedenis. Ja. Dat stond vast. Maar heeft ze wel een graad gehaald? Ik ben bevoegd voor geschiedenis, Frans, staatsgerichting en maatschappijleer. Kijk, nou, de laatste twee, dat is niet zo moeilijk. Hoe komen die laatste erbij? Nou, die staatsgerichting is gewoon een onderdeel van geschiedenis. Heel vaak zeg je dat geschiedenisleraar een gaven ook maatschappijleer. Dat heb ik in avonduur en heb ik gewoon even bevoegdheid erbij gehaald, want dat was wel makkelijk. Maar zolang ik niet zo lang lesgeven, want ik ben natuurlijk begonnen hier in Leeuwarden in 1978 op de Bob Keker MAVO. Ja.
Die moest dat gas doen. Toen gaf ik geschiedenis in Frans. In de brugklas en tweede klas. Maar ja, die school die ging fuseren met SSG. Nou, dan had ik er anderhalf jaar werkt. En SSG, dat was stedelijke de Rijks-HBS? Nee, Stedelijke Scholengemeenschap. Ja, dat betekent het, maar... Ja. Nee, maar dat was slauwer volgens mij. Het is nog allemaal Pieter Jelles. Ja, ja. Het was Stedelijke Scholengemeenschap. Nou, dat was op de Jacob Botkweg. Want daar heb ik dus ongeveer anderhalf jaar werkt. En toen kreeg ik te horen dat er waren te weinig uren. En ik pakte Leeuwarden krant op het begin van de vrijdagmiddag en ik lees in de krant, leraar gezocht in Sneek. En ik zei, die vrouw, dat komt mooi uit, goede treinvind binnen. En ik ging geen rijbewijs, dat had ik nog niet. Nee. Dus ik bellen met de school. Nou ja, dat kon in die tijd nog. Ik kreeg de rector aan de lijn en die zei van, wanneer kunt u komen? Ik zei, wanneer gaat de volgende trein? Hij zei, dat deed ik wel. Nou. Ja. Dus ik heb de trein pakt en het eind van de middag ga ik een baan in Sneek. Nou. Maar was dat de christelijke... Ja. Nee. Rijks. Want ik ben ook nog voorzitter geweest van de vereniging Openbaar Onderwijs Friesland. Ik wil dat hek later bekomen. Maar hier in Leeuwarden ging ook altijd te maken, als je hier van school trad binnen werden, dan ging je in een hotel De Laatste Hoop en dat was een Sneek. Maar ja, dat was volgens mij de christelijke... Het Bogerman, volgens mij. Nou, ja. Ook wel, dat hing er een beetje vanaf. Ja. Ja, maar ja. Goed, ik was in de Sneekbeek toen geweest en snel carrière maken in die zin wel. Ik was 1985, toen vroegen ze een nieuwe corrector. En dus zei hij met me solliciteren. Toen was ik eigenlijk al corrector voor de carrière in had. Ja, zo. Toen ben ik dus begonnen met de brugklas, 2 en 3 HAVO. En toen ik in 2002, toen werd ik wethouder in Sneek. Toen was ik corrector van de hele Bobo HAVO VBO. Maar gaf toen al wel eens? De laatste meer, want nee. Ik zat op een rijksschool. Enorme fusie had dan, nou, net als Leeuwarden Vekelinkbaar, met de MAVO's erbij, beroepsschool erbij, met één grote school. Ja, toen werd het een bedrijf. Dus maar in die tijd, hè, scouten bijvoorbeeld op de HBS, gaf die nog les? Kan ik me niet herinneren. Wees dat nog? Nee. Deed hij niet. Volgens mij de rest die zat vooral, niet, nee, de rest wel. De onderdirecteur wel. Ja. Oh, okay. Ja. Later hadden we Meijer voor Duits, die heet later ook directeur geworden is. Dat was een leuke vent trouwens. Ja. En dat was in Sneek dus, ja, houdt man ook geen les meer. Houdt maar nee. Ja, misschien dat muziekles of zo. Ja, maar die hadden drukken met het orgel in Balsen. Ja, dat bedoel ik. Maar dan ben je toch uiteindelijk weer terugkomen op het oude nest. Wat was de reden om terug te keren naar het oude nest? Hij begint te zwaaien. Hij woont niet meer in de Koestraat hoor. Nee, maar in de stad zelf. Nee, maar eigenlijk is het een beetje toeval. Ik had natuurlijk 8,5 jaar wethouder geweest in Sneek. Toen ook nog een half jaar in de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland. Ja. Dan denk ik, misschien wordt het dit voor wat anders. En dan heb ik ook nog een keer mazzel. Toen ging Marco Voorijn. Die ging in Rotterdam. Die werd wethouder in Rotterdam. Ja. En als je dan toch nog een keer de kaas krijgt om wethouder te worden in je geboortestad, dat is toch wel vrij uniek. Ja. Echt uniek. Nou, elke dag, elke nadeel heeft ze voordeel. Maar heren, er wordt driftig gezwaaid hier. Dat betekent eigenlijk dat... Zijn terugzwaaien. Ja, dat heb ik al even nee. Okay. Maar Andries, we vonden het heel leuk dat u bij ons was. Ja, mooie verhalen. Ja. Het gaat ook zo snel allemaal. En nou ja, over dat biljart. Ja. Heeft daar nou wat in bereikt? Nou, jawel. Het beste wat ik bereikt heb is denk ik 24 uur biljart in de half van status. In het kader van Series Request. Oh ja, dat willen we wel. De dames ook nog bij. Toen hebben we toch nog heel wat geld. BMW was dat niet? BMW, niet burgemeester, maar bode en wethouder. Want de bode scheids, die kent echt goed biljarten. Ja. Toen hebben we 24 partijen gespeeld, 20 wonen. 20 won, 3 verloren, 1 remise. En toen zei ik ook altijd tegen Gijs, wat kennen wij goed biljarten? Ja, nou dan houden we daar nou, schitterend. Ja. Mooi wapenfeitje. Nou, hartstikke bedankt dat je hier komen wust. Dat is die waarste. En wie krijgen we volgende week, jongen? Dat komt best eens wezen. Daar hadden we het over. Piet van der Wal. Nou. Ja, mooi. Gaan we daar verder over de Pauwouw en de hele toestand. Daar weet hij echt alles van. Mooi. Ja. Nou. En niet te vergeten, de Hondhorststraat. Ja, Huizen. Ja, nou, dat had je vandaag wel beginnen te... Sneek ook al had. Nou, dat kon ze wel niet trekken. Wat een verwennerij. Ja. Pieter toch een Sneek hoor. Ja, komt er ook voor. Geboren. Kiekers, dank voor het kijken en tot volgende week. Leeuwarden, altijd in mijn dromen. Daar werd de kiem van de hemel geplant. Nooit vind ik wel.